De luizenmoeder die kan natuurlijk hier vandaag niet zijn, juf Anne, dus hebben ze aan mij gevraagd of ik dat een beetje wil doen. Ik wil vooraf toch een woord van dank richten aan de initiatiefnemer voor 50 plus in Vlissingen, Chris van Wezel. U krijgt hem straks van harte gebruikt te zien en te horen. Hij zit al pontificaal in de zaal, maar zonder Chris waren wij vandaag hier niet geweest. Misschien een klein applausje. Het is ons ook gelukt vandaag om een heel bekende Nederlander toch naar Vlissingen te bewegen. Onze fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Henk Rol. Hij zit hier op het hoekje op de eerste rij. Misschien even een lachen voor jou. En Henk, ik ga straks de microfoon aan jou geven. Dat is dan tevens onze aftrap van onze Vlissingse gemeenteraadsverkiezingen. Ik dank u wel, Henk. Leuk om hier vandaag te zijn, vooral als je nagaat dat we gisteravond nog tot bijna middernacht in de Tweede Kamer bezig waren om te discussiëren over een poging om het referendum 1, 2, 3 met een pennestreek even weg te halen. En als je dan tot bijna middernacht in Den Haag bezig bent en daarna ga je met je weekendtasje weer terug naar Eindhoven toe, dan hoef ik niet te zeggen dat je in Eindhoven aankomt en vanochtend ging de wekker alweer heel vroeg en dan ga je naar Vlissingen toe. Dan denk je wel eens, waar ben ik aan begonnen? Want op deze leeftijd zijn er ook mensen die het iets rustiger aan doen, maar dat past niet zo goed bij me. Maar als je dan hier aankomt in Vlissingen, het zonnetje scheen, en je krijgt dan zulke leuke dingen te zien zoals ik vandaag hier heb mogen zien, dit, deze plek alleen al, hoe men hier in die oude hal een fantastisch huis heeft opgebouwd, dan ben ik daar zo van de indruk dat ik denk, wie ben ik dat ik dat mag meemaken, dat ik daar overal zomaar binnen mag lopen en zomaar vragen mag stellen. Daarna zijn we op werkbezoek geweest bij Damen, de meeste van jullie nog bekend als de Schelde. En ook dat, dan mag je dan zomaar kijken hoe ze daar die prachtige schepen aan het bouwen zijn. En dan voel ik me toch een heel klein beetje, hoe zeg je dat netjes? Ik mag geen verkeerde woorden gebruiken, maar dan heb ik nog echt het idee dat ik met mijn handen zomaar in het stoepkorreltje zit. En dat is toch wel heel leuk om dat te kunnen meemaken. En dat geeft mij ook iedere keer weer de energie om hier vooral mee door te gaan. Want laat ik eerst eens even beginnen met te vertellen hoe ik bij 50PLUS betrokken ben geraakt. Jullie weten dat ik vroeger voorlichter ben geweest voor een andere politieke partij. Daarna heb ik me bezig gehouden met toch het opkomen voor een minderheid die toen in mijn ogen in de verdrukking zat. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. Dat telefoontje kwam van Jan Nagel. En Jan Nagel kende ik nog van 20, 30 jaar daarvoor, toen hij redacteur was van het VARA-programma In de Rode Haan. En hij belde me op en hij zei, Henk, ik heb een verkiezingsprogramma geschreven voor politieke partijen. Gekscherend zei ik alweer een nieuwe politieke partij, maar nee, het is heel serieus bedoeld. Wil jij er eens naar kijken? Ah, Jan, ik vind het leuk dat je me opbelt. Stuur maar toe, ik wil het beste keer naar kijken. Toen stuurde hij mij het verkiezingsprogramma op van 50PLUS van nu inmiddels 7 jaar geleden. En ik ben dat gaan lezen en ik dacht, hij heeft het naar me toegestuurd om er als redacteur naar te kijken. Dus ik was vooral bezig met taalkundige verbeteringen. En die week erop belde hij me weer op en die zei, wat vind je ervan? Ik zei, nou, Jan, ik heb een heleboel opmerkingen in de kantlijn. Ik zal dadelijk een envelopje kopen en dan stuur ik het even naar je toe. Nee, 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 zei hij, kom dan volgende week zaterdag even naar Hilversum toe. Dan praten we erover en dat vindt mijn vrouw, die je nog kent, die vindt het ook leuk als je even langskomt. Ja, dat kan ik wel moeilijk weigeren. Dus toen ben ik die zaterdag erop, ik vergeet het nooit meer. Het was in december, het was koud, het was net gesneeuwd. Ik denk, weet je wat, ik neem de hond mee achter in de auto en ik ga naar Hilversum toe en ik blijf daar niet te lang. En als we klaar zijn, dan kan de hond nog even lekker op de Hilversumse hei rennen. En toen kwam ik daar binnen, bij Jan en Yvonne Nagel. En ze waren dan niet met z'n tweetjes. Het hele huis zat vol, ik mag het nooit meer van hem zeggen, maar ik blijf het zeggen. Dat het hele huis zat vol met bejaarde nozems. En die waren allemaal heel enthousiast. En ik ben toen met ze mee gaan vergaderen. En toen begreep ik pas wat die mensen vond. Dat waren allemaal mensen die
eerst bij andere politieke partijen actief waren geweest en die daar teleurgesteld waren. Want of ze nou zaten bij de Arbeid, bij de VVD, bij D66, bij het CDA, ze hadden allemaal meegemaakt dat ze op zekere leeftijd eigenlijk niet meer welkom waren. Maar de afgelopen periode hebben we meegemaakt dat ineens de wet Hillen moest worden afgeschaft. Het nieuwe kabinet heeft bedacht dat we 1,4 miljard dividendbelasting ergens naartoe brengen. En als je dan vraagt, waar gaat het naartoe? Waarom is dat nodig? Wie heeft erom gevraagd? Komt niet eens een antwoord op. Komt niet eens een antwoord op. Het hele idiote is dat buitenlandse beleggers, als ze hier belasting betalen, kunnen ze dat aftrekken van de belastingen die ze in hun eigen land betalen. Dus die belegger schiet er helemaal niks mee op. Alles wat hij hier aan belasting betaalt, hoeft hij in zijn eigen land niet te betalen. En dan gaan we dat afschaffen. Ja, wat je dan in feite doet, is dat je de kas van meneer Trump spekt. Want alles wat hier niet betaald hoeft te worden, kunnen Amerikaanse beleggers aan de Amerikaanse belastingdienst betalen. Wat worden wij er beter van? Wat wordt die belegger er beter van? En dan vraag je dus ook heel bescheiden aan meneer Rutte, leg me nou eens uit waarom dat goed is. Wie heeft er wat aan? Behalve niet exact die weg. En dat zag je dus ook. Ja, dan moet ineens die wet Hillen moesten met stoom en kokend water doen. En dat is toch iets dat heel gek is. Want jaren geleden werd ons beloofd dat als we maar netjes ons huis zouden aflossen, dat we dan op een gegeven moment een belastingvoordeeltje zouden hebben. En dat is voor heel veel mensen gewoon de reden geweest om hun huis wat eerder en wat versneller af te lossen. Juist wetende, als ik straks moet leven van alleen een pensioen, AOW, dat is al geen vetpot, dan wil ik toch nog wel een paar centen overhouden, want we hebben allemaal kinderen en kleinkinderen waar we af en toe een cadeautje voor willen kopen. En mogen we ook af en toe eens een keer gewoon een kopje koffie drinken. En mensen die het iets ruimer hebben, die hebben er ook gewoon keihard voor gewerkt. Er is helemaal niks tegen. Moest ineens worden afgeschaft. Nou, dan hebben we van alles geprobeerd om dat tegen te gaan. Dat is wel leuk, hè? Want nu zijn we met z'n vier in de Kamer, dus we kunnen de taken verdelen. Martin van Rooyen, die echt uren het woord heeft gevoerd en daar heel veel respect voor kreeg. Want alle andere Kamerleden zeiden, hij was niet alleen de tijd aan het vullen, maar hij had het ook ergens wel. Nou, fantastisch. Maar ja, ik zei het al, in een coalitie is alles dichtgetimmerd. En als de coalitie nou eenmaal heeft afgesproken dat daar geld vandaan moet komen, dan kan je hoog en laag springen, dan gaat het gewoon door. Dus ondanks het filibusteren van Martin van Rooyen en een prachtige toespraak, ging het door. Toen hebben wij dat aangegeven om te zeggen, nou dan gaan wij daar een referendum over organiseren. Maar je wil niet weten hoe dat wordt dwarsgezeten. Dat is echt ongekend. Die eerste fase kon bijvoorbeeld niet digitaal. Begin dit jaar zo'n beetje alle grote markten in Nederland bezocht om papiertjes uit te delen en aan mensen te vragen of ze een handtekening wilden zetten. En tot ieders verbazing, je hebt 10.000 handtekeningen nodig. Tot 27.000 opgaven. Je hoefde alleen maar een affiche op te hangen met stop, de aflosboete. En mensen kwamen vragen, waar kan ik tekenen? Waar kan ik mijn handtekening kwijt? Jullie staan dicht bij de bevolking, jullie weten wat er leeft, dat is het voordeel dat lokale partijen ook hebben, maar jullie hebben er het voordeel bij dat wij een partij zijn die oog heeft voor die lokale afdelingen en dat je niet alleen maar hoeft te doen wat wij in Den Haag bedacht hebben, we laten het echt aan jullie, maar als je de provincie nodig hebt, als je Den Haag nodig hebt, dan kun je erop terugvallen en dan zijn wij er ook om die lokale afdelingen te helpen. Vandaar dat ik met heel veel vertrouwen aankijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En iemand die dat hier voor jullie gaat trekken, is Rens en Kussen. Rens, waar ben je? Ah, dat is heel bescheiden achterin gezeten. Zo ken ik hem niet. Welkom. Jij gaat ons alles vertellen wat jij van plan bent hier. Voor de mensen. Nou, niet al. Die mensen niet gaf hoe je om ze dan een uur in deze zaal te laten zitten.
en naar mij komt te luisteren. Want als je alles wil vertellen wat er van plan zijn, ben ik echt wel uur twee. Nou, doe dan de hoofdlijnen. Ja, dat is wel. Wij gaan aan. Even een vraag. Hallo, meneer, kunt u een vraag stellen? Wanneer maar wil. Een spreker op een gegeven moment op moeten we. Wat jij wil. Ik vind het geen enkel probleem om nu eerst even te zorgen voor een aantal vragen. We hebben ook iemand met een microfoon, zodat dat dan helemaal goed. Komt iemand met een microfoon naar je toe? Ja, mag het? Jazeker. Het gaat inderdaad even over de hele wet. Ja. En dat is inderdaad dat het ook kan gemaakt van ouderen en dergelijke vermogen zetten. En waar ik heel bang voor ben, dat is dat de hele wet gebruikt wordt, net als bij de pensioen of als de hypotheekrente aftrek. Eerst volgende kabinet gaat dit aangrijpen om het in een recordtijd af te bouwen. Dus het is niet zo dat we er 20 jaar over doen, dat wordt op een gegeven moment binnen 5 jaar worden afgebouwd. En er is inderdaad door de partijen helemaal niet gekeken naar de koopkracht van de ouderen, want dat gaat inderdaad super hard achteruit. Het gaat niet alleen over degene wat je zelf al aangemeld hebt. Nee, de uitkering van de pensioenfondsen, die we kunnen vergeten om een doodeenvoudige reden. Op een gegeven moment straks, nu begint de rente op te stijgen, obligaties worden goedkoper. Dat betekent dat de pensioenfondsen in hun reserves aangepast worden, zeker toekomstige reserves. Ook trouwens die van eventueel aandelencorrectie. Dat betekent dus dat de uitkeringen van de pensioenfondsen de komende jaar absoluut niet omhoog gaan. En de kans dat die omlaag gaat, wegen de huidige regels, is super groot. En dan heb je daarnaast zogenaamd dat we inflatiecorrectie inleveren. 4 jaar geleden, 5 jaar geleden, heeft Draghi gezorgd dat we van 4% rente naar 0 gingen. Maar wij betalen dus Italië, Griekenland en Portugal. Die anderen, op een gegeven moment de betalen dat, die goed gespaard hebben. Ja. Op een gegeven moment daarnaast, op een gegeven moment zitten ze een rotzooi met inflatiecorrectie. Want we hebben natuurlijk daarnaast hebben ook een aantal lokale belastingen. Op dit moment, een politicus denkt dat op dit moment de bestuurder van niet hoe gaan we zuinigen, maar waar kunnen we nog belasting hebben? Wat kunnen we verzinnen? Buiten waterbelasting, buiten energiebelasting, buiten de provinciale belasting, die gaat hier ook veel omhoog. De wegenbelasting op de rijwet, de waterschappen die we weer lekker corrigeren, bijna 3%. Je hebt allerlei. En anderzijds, op een gegeven moment heb je ook op de bouwkosten. Op een gegeven moment wil je verbouwen of wat ook. In het midden van het land heeft die, hebben de bouwbedrijven op 10% meneer, hoger. Meneer, even tussendoor, u had een vraag. En u bent nu al een minuut of 5 en betoog aan het houden, dat is prima. Maar wij zijn vooral geïnteresseerd in uw vraag. Nou, dat ga ik naar de vraag toe. Op een gegeven moment, dat is dus, op dit moment hebben we dus 3 jaar geleden nog 200 miljard. Op een gegeven moment dat we dus garant staan voor Portugal, Italië, Griekenland. Ik zou graag willen dat u de vraag beantwoordt, hoe hoog is dat nu daar nu? De tweede vraag is op een gegeven moment, dat is, wat is de zekerheid die we voor die bankgaranties hebben? Ik ben ook nog hier, dus ik weet dat als je bankgarantie geeft, dat je zekerheid wil hebben, dat, hoe dat geregeld is. De Nederlandse bestuurders zijn bijzonder slecht in contracten. Ik zit na 15 jaar zit ik in dat vak, op een gegeven moment, nou ik zit met erger, hoe de overheid contracten maakt. Heeft ook nog onderbreken zijn. En derde vraag is gewoon op een gegeven moment van wanneer wordt die aangesproken? Want die aanspreken bij de eerstvolgende crisis krijgen we die aanspraken ervoor. Dus we krijgen op de jaren straks dat we niet alleen op een gegeven moment die extra Europa moeten betalen. Er wordt al 40 euro extra wat genoemd wordt. Op een gegeven moment daarnaast krijgen we andere bedragen die getrokken worden uit die bankgaranties. En dat is fors hoor. Je moet het IFF nog maar eens kijken wat er op een gegeven moment opgelegd wordt aan. Dus dat zijn vreselijke dingen die gaan gebeuren. En bovendien op een gegeven moment is het natuurlijk daarnaast op een gegeven moment hebben we nog een aantal oningevulde bedragen. Denk aan de vluchtelingenhulp Duitsland, ze komen de 2 jaar 5 miljoen kwijt, dat hebben wij ook. Dus op een gegeven moment zijn de kosten die eraan komen. En op een gegeven moment, en dan is de vraag, hoe heeft de overheid er rekening mee gehouden met die extra kosten? Ja, goed zo. Heel, nou. Je hoort het, meneer is oud-bankier en hij maakt zich terecht heel erg druk op de manier waarop er in Den Haag met onze gemeenschappelijke spaarpot wordt omgesproken. Dat zijn allemaal zaken waar ik juist voor knok en dat was daarna juist de reden waarom ik zei dat ik in het begin, toen ik hoorde van al die problemen, maar ik ga ze niet allemaal vertellen, want het was vannacht al 11 uur en dan zitten we hier vanavond om 11 uur weer. Maar inderdaad, er zijn zoveel problemen waar we zo druk mee bezig zijn als 50+, en laat ik ook heel eerlijk zijn, in die afgelopen jaren moest ik het in de uppie doen, en dan geef ik heel eerlijk toe, dat red je niet in je eentje. Nu zijn we met z'n vieren en kijk eens, we hebben Leonie, een vrouw die heel veel ervaring heeft, ze heeft voor de AMBO gewerkt, ze heeft heel veel ervaring in de zorg, die zit met het zorggedeelte bezig te houden. Corrie van Brenk, vrouw uit de vakbond,
die daar vandaan heel veel kennis meeneemt over onderwijs, over werkgelegenheid. Fantastisch dat we daarop kunnen terugvallen. En kijk, Martin van Rooyen, oud-staatssecretaris, groot cijferaar. We zullen het fantastisch met hem kunnen vinden. Gaan volgende maand zeker naar zijn toespraak toe hier. En dan hebben we dus eindelijk een heel klein vuistje. Maar help ons nou, want het begint echt bij jullie. Kok en Lubbers, die hebben wijze natuurlijk behoorlijk in het verbod zitten krijgen. De recurrent is een probleem op zich. Er zijn te weinig partijen of te weinig mensen die daar aandacht voor vragen. Dat is zo. En wij doen dat, en dat was een leuke bij het laatste pensioendebat. Dat is nog maar eerder gebeurd. Bij het laatste pensioendebat was er één partij die ging twijfelen. Dat maak je in de Kamer nooit mee, hè. Heel bij ons in de Kamer dat wij debatten voeren. Maar debatten voeren wil niet zeggen met elkaar praten. Je luistert niet naar elkaar. Jij vertelt jouw verhaal, jij vertelt jouw verhaal, jij vertelt jouw verhaal. En ik kan aan het begin van het debat al vertellen dat aan het eind van het debat de uitslag is. Want niemand verandert ook maar één letter aan de tekst die hij van tevoren bedacht heeft. En dat zou eens moeten veranderen. En dan zouden we eindelijk stapjes verder kunnen komen. Maar nu voor het eerst GroenLinks ging twijfelen. GroenLinks had eindelijk in de gaten dat het niet waar is dat jongeren de rekening betalen. Die zeiden nee, het is omgekeerd. Het zijn de ouderen die de rekening betalen op dit moment. En dat moet eerlijker. Dat moeten we beter verdelen. Het moet ook niet zo zijn dat het een strijd is van jong en oud. Nee, het moet eerlijk. Je moet het samen doen. Want alles wat er nu niet geïndexeerd wordt, wordt er ook niet geïndexeerd voor mensen die nu nog werken. Dat geldt dus ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Eindelijk kregen ze het in de gaten. En langzaam maar zeker gaan we zo stapjes vooruit. Ook hier nog een andere zaak bij. Ik ben lid van de cliëntenraad van Schelde. Ja. We weten allemaal dat als je in het verpleeghuis terechtkomt, dan moet je daarvoor betalen. En de meeste mensen die hier betalen, hebben ook al 40 jaar AWBZ betaald. Daarna worden ze nog een keer gepakt, trouwens extra heel veel betalen voor het Centraal Administratiekantoor. Ook dat is een onderwerp wat te weinig aan bod komt. Dat is volledig met u. Wordt bestolen. Wij zijn typisch een land van belasting op belasting op belasting. En als we uiteindelijk de pijp uitgaan, dan komt de overheid nog een keer om belasting te heffen. Er zijn ook landen waar dat niet zo is. En jij en ik hebben niet de middelen om eraan te ontkomen. Maar ik kan je vertellen dat alle multimiljonairs, die hebben met hele ingewikkelde constructies hun geld al lang naar het buitenland gebracht. En die hoeven geen cent te betalen. Dan hebben we nog een omroep die zich speciaal voor ouderen inzet. Dat is de omroep waar we het minst aan voortkomen. Max. Heel bijzonder. Daar zit een directeur die vindt dat alles wat met ouderen te maken heeft, hij doet. Terwijl ik juist zoiets heb, laten we samenwerken. En ja, welke ouderenbond het ook is, of het nou Manon van de K is van KBO of mevrouw Wubbels, ik praat met iedereen. En wat betreft ouderenbonden, we zijn hier in Vlissingen. Twee verkiezingsdebatten, 1 op 19 maart, telkens 's avonds. Dat wordt door de onafhankelijke partij vanuit de gemeentelijke organisaties georganiseerd. En eentje op 12 maart, 's middags in Ter Reden, georganiseerd door KBO en PCOB samen. En voor de rest is er geen partij geïnteresseerd in verkiezingen in Vlissingen. Helemaal niemand. Dus u kunt op allerlei plaatsen wel naar partijbijeenkomsten komen zoals de onze, maar er is niet iets wat voor u georganiseerd wordt om een mogelijke keuze te maken. Want ik heb er veel over gehoord door in de politiek, allemaal, ze leiden het allemaal met de mond, maar uiteindelijk in de totale balans van afwegingen trekken ouderen toch nog wel eens een kort seintje. Op de een of andere manier wil dat maar niet lukken. En het is dus heel goed om daar apart aandacht voor te gaan vragen. En wat voor ons hier ook heel belangrijk is, is dat we ervoor gaan zorgen dat deze maatschappij weer een, ga ik een beetje een lastig woord gebruiken hoor, maar weer een cohesiemaatschappij wordt. Een maatschappij waar we met elkaar te maken hebben, waar we met elkaar samen willen leven. En niet als groepen tegenover elkaar komen te staan. En juist vanuit een partij als 50PLUS kun je dat nou juist heel erg mooi naar voren brengen. Juist omdat je zo vaak weggezet wordt als een groepje wat zich alleen maar met een heel klein clubje bezighoudt. Dat is niet zo. Ja, 50 plus, mensen die ik nu op straat tegenkom, zeggen, oh, ben je al boven de 50 dan?
dan ben ik dat, maar goed. Ben je al boven de 50, dan ja, anders heb je niks te zoeken bij die partij. Nou, ik ben heel erg blij dat wij ook, en ik ga daar zo iets uitgebreider aan u voorstellen, een kandidaat op de lijst hebben staan, gewoon op een verkiesbare plaats. Die is helemaal geen 50. Dat is ook helemaal niet nodig. Ja, want hij zei het net al. De meeste van ons hebben wel kinderen en kleinkinderen. Nou, ik kan me niet iets voorstellen wat ik zou kunnen meebesluiten in de politieke omgeving, wat tegen mijn kinderen ingaat of tegen mijn kleinkinderen, dat is ondenkbaar. Hun belangen hou je altijd in de gaten. En waar we naartoe moeten is dat we met z'n allen bezig zijn met de belangen van ons allemaal. En ja, 50 plus, die mensen die zijn echt de afgelopen jaren regelmatig vergeten. Ik heb dat zelf hier in de lokale politiek meegemaakt. Ouderen hebben het nooit over, niet belangrijk. Ik had het altijd over, hier zo'n Vlissingen en alleen maar over geld, 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 geld. Nou, ik heb het eerst over prettig samenleven en dan gaan we vervolgens eens kijken of we aansluitend wat dat moet kosten en hoe we dat doen. En natuurlijk is het de grens, maar het moet niet zoals vandaag de dag de enige leidraad zijn en vervolgens dat we het hele leven hier in Vlissingen gaan afbreken. Want ja, we mogen geen geld meer uitgeven. Chris, zou jij eens naar voren willen komen? Ja, dan kunnen mensen je ook zien, hè? Ja. Chris is de nummer 2 op de lijst. En Chris, iets waar jij veel ervaring mee hebt ook, maar hoe gaan wij dat doen? Gaan wij deze stad besturen vanuit het stadhuis? Of gaan we misschien proberen dat een beetje anders te doen? Ik hoop dat we wat anders gaan doen. We hebben in de, moet ik even denken hoor, in de jaren 80, 90 hebben we in Vlissingen allerlei inspraakavonden gehad, samenspraakavonden. Er was een integrale wijkaanpak. Het is allemaal weg. En als ik dan vooral af en toe eens in de wijken nog rondloop, want ik ben redelijk bekend in Vlissingen en ik ben overal wel te vinden, dan krijg je toch elke keer te horen van, ja, hoe zit het nou? Mogen wij nou wel meepraten of mogen wij nou niet meepraten? Of wordt het allemaal maar op dat stadhuis besloten? Kijk, wij van 50 plus zeggen dan ook, je mag best wel een keer teruggrijpen op iets wat goed was. En dat goede, dat willen we dan ook weer gewoon terugbrengen in het Vlissingse. Ik vind gewoon, en dat is ook gewoon een verplichting hoor, dat er inspraak moet zijn, dat je ook van tevoren over zaken moet kunnen meepraten. En dat betekent bijvoorbeeld in het geval, heel bekend in Vlissingen, het Nonnenbos. Ja. Dus daar een park. Wij vinden gewoon dat het op een verkeerde manier is ingezet. Er is geen overleg geweest met de bevolking in eerste instantie. Nu is er allerlei protest daartegen. En ik denk dat, dat als je van tevoren goed met de mensen in de wijken en in de stad praat, dat je dan in ieder geval een veel betere verbinding gaat krijgen met elkaar. En dat je ook een betere besluiten kunt gaan komen. Ik ben ervan overtuigd en daar wil ik me wel voor in zetten. Dank je. Ik heb nog een vraag. Een vraag. Ik zou het wel plezier vinden, u stelt zich voor als zijnde Chris, een bekend in Vlissingen. Ik ken u helaas niet. Dus ik zou het leuk vinden als ik wat meer weet over uw achtergrond. Mag je ook zelf vertellen? Ja. Dat moet ik nog even. Zou u aanspreken? Ja. Want ik weet ongeveer wel wie u bent. Oh. Zo van de Steenhouwer in Vlissingen. Precies. En mijn achtergrond is, ik heb bij het SKW gewerkt, ik heb bij de gemeente Vlissingen gewerkt. Ik heb laatstelijk gewerkt als vrijwilliger 12, 13 jaar voor Stichting Droom, wat op een vakkundige manier ons leven is geholpen. Ik heb ook nog in het allereerste begin 10 jaar bij de PZC gewerkt als corrector. Dus dat is een beetje mijn achtergrond, sociale academie, sociaal opleiding. Nou, prima, ik mag het ook gerust vragen. Dat niet verhuisd is, maar hij had af en toe eens even bij de stadsgrenzen, maar hij heeft niet het idee dat dat zo in de realiteit is. Nog meer? Nee, we moeten het niet te lang maken voor de mensen. En het programma wordt nog wat kort, want nummer 3 van de lijst staat ook een vraag voor. Ik moet die zich ook even voorstellen. Henk Jansen, die zie een van de vele mensen die
de griep heeft die een beetje rondwaart in Nederland naar zijn. Ik heb er zelf nog niet zoveel van, nee, maar goed. Dus daar slaan we gewoon even over, dat stukje. En dan komen we aan een volgende en dan vraag ik Rachida om even naar voren te komen. Zodat u ook kennis kunt maken met Rachida Naim. Ja, kijk, dat is onze jonge bloem. Dat is onze jonge bloem. Zij is nog geen 50. Geen meer verklassen van hier. Wat zeg je? Ja, dat hoor je zeker vanzelf. Rachida, als je kijkt in Vlissingse, zijn allerlei bevolkingsgroepen enzovoort. En hoe zie jij dat nou, hoe dat nou samen moet leven? En hoe zie jij dat nou dat iedereen ook een plek krijgt in het Vlissingse? Neem ook rustig je tijd. Nou, hoe ik het zie, vooral samen praten, met elkaar praten, naar elkaar luisteren, want het is natuurlijk, iedereen is bang voor het onbekende, ja. Maar dat geldt voor alle partijen. Hè, als je niet met iemand in gesprek gaat, wie persoonlijk is, kom je niks achter. Je kan naar die persoon kijken en denken van, oh, ja, wie is dat? Waar komt hij vandaan? Oh, die zal wel niet met mij willen praten. Dat gebeurt heel vaak. Maar dat is helemaal niet zo. Je zal merken als je vaker bijeenkomsten organiseert, oftewel in de gemeente is, of hier zo'n Scheldehof, of in de moskee bijvoorbeeld. Overal kan je samenkomen. Als je maar met elkaar praat. Blijven praten, blijven vragen. En dat komt vanzelf wel goed. En dat geldt voor jong en oud. En het is natuurlijk iets, zeker de oudere mensen, die hebben natuurlijk een bepaald, die houden zich vast aan de cultuur. En hoe ouder ze worden, des te meer ze terugvallen op die cultuur. En dan is het gewoon een kunst om het vast te houden, maar dat moet je samen doen. Waarom kun je dat niet samen doen? Maar als we niet praten met elkaar, gaat dat nooit gebeuren. En dat kan ook nog van een bakje koffie, of een Marokkaans kopje thee, of een stukje Turkse baklava, dat kan ook. Maar het moet meer praten, want dat gebeurt nu helemaal niet. En iedereen is bang voor het onbekende. Nou, iets wat je kunt constateren in Vlissingse. Dat was ook zo. Nou, Rachida, heel hartelijk bedankt. Hè? En ja, in Vlissingse kon je dat constateren, dat gaande is. En het is echt vreemd hoe men wel over elkaar praat, ja, maar niet met elkaar. En dan moeten we echt dat aan gaan veranderen. Want het is uiteindelijk de samenleving waar wij ook allemaal onderdeel van uitmaken. En als het een puinhoop wordt, hebben wij daar ook allemaal gewoon last van. Ook al wordt die niet veroorzaakt door ons, het zal allemaal. Maar we moeten daar wel hard mee aan de slag om te zorgen dat die, als ik het zo plat uit mag drukken, ik zeg het maar even heel eenvoudig, dat die puinhopen niet ontstaan, want die willen wij niet. Niemand. En als ze straks wel ontstaan, dan zeggen we allemaal met z'n allen, dat hebben al die anderen gedaan. Nee, dat is niet zo. Moeten we zelf mee aan de slag. Zelf mee aan de slag. Samen. Met z'n allen samen. Nou, ik heb nog twee kandidaten te gaan en dan is de hele introductie voorbij. Nou, moet ik nog wel even banaan, maar dat is het dan. Hanni Montanari, onze kandidaat op nummer 5. En die zich vooral heel bezig houdt met zaken zoals mobiliteit en zich zorgen maakt over hoe dat nou eigenlijk allemaal moet. Dus Hanni, misschien kun jij ons vertellen wat jij nu vindt, wat we met het openbaar vervoer in deze stad moeten. Nou, ik zou het heel fijn vinden als wij voor elkaar kunnen krijgen dat het openbaar vervoer voor de 60-plussers en minder draagkrachtigen in buiten de spits gratis zou zijn. Daar zou ik mij ook graag voor in willen zetten. Als je kijkt dat er op zondag bijvoorbeeld er wonen met meer dan 10.000 mensen, die kunnen dan niet, als ze geen auto hebben, naar Vlissingen naar de boulevard komen. Dus die komen in een isolement terecht en dat zou ik heel erg jammer vinden. Ja. Ja, nee, maar en dat is ook een van die punten. En zo, in het verkiezingsprogramma staan de 50, even vooraf genoemd. Soms staan die ook weer in de tekst van het verkiezingsprogramma, soms ook helemaal niet. En er zijn zelfs punten waar wij enorm warm voorstander van zijn, die staan er helemaal niet in. U kunt daar zo ongetwijfeld begrip voor opbrengen, in de zin van dingen zijn mogelijk, maar ik denk dat u ons heel aardig kunt plaatsen.
waar we naartoe willen. En wat Hanny net zegt, vormen van gratis openbaar vervoer. Nee, als ik dat zo zeggen zeg, dan wordt het wel gezegd, ja, dat kan niet. En hoe hou je dat regelen dan? Dat bestaat helemaal niet. Nou, het bestaat wel. Als u gisteren even in de PCC gelezen heeft, in de Walgense editie, dan ziet u daar toevallig een voorbeeldje van. Weliswaar niet in Vlissingen, hè, maar de provincie die praat met Connection, de vervoerder, over hoe de buslijnen lopen. En die hebben besloten om één zo'n buslijn niet meer door de stad te laten lopen. Oh, zegt de gemeente Middelburg, dat is prima. Dan gaan wij een buslijn nu oprichten, stond gisteren in de krant, hè. Gaan wij nu een buslijn oprichten om die gewoon vanuit de grond langs de plaatsen waar veel oudere mensen wonen, om die naar het centrum te laten rijden. Het kan dus wel. Natuurlijk kun je dus ook met Connection gaan praten over, als wij nu willen, dat oudere mensen, en Hanny zei eventjes, vooral in buiten de spits, ja, dat is allemaal mogelijk, dat zijn allemaal dingen, dat kun je allemaal nog bedenken, dat vind ik details. Maar het gaat er in principe om dat je met Connection een overleg voert. Dat moet dan dingen in de 25 op. Ik kan voor 10 al een kruid hoesten. Ja, maar. Als je verkoper hebt, dan heb je het allemaal goed. Ja, nee, dan ga ik voor de uur van tevoren bellen. Ja, nee, u heeft. Voor de deur opgehaald. Ja, u heeft het over de combitax. Met de combitax. Ja, ja, maar dat is toch iets heel anders. Iedereen komt daar voor een aanmerking. Je bent er toch mobiel mee? Ja, 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 ja. Dat is een voorbeeld. Van alle meters. En nog veel langer. Heel veel mensen krijgen zo'n pas niet. Wij praten dood van over openbaar vervoer, waarbij je zegt, de bus rijdt er. Iedereen kan gewoon instappen en als u in Vlissingen woont, zult u ongetwijfeld ook binnen de criteria of in aanmerking komen, heeft u een pas, die hoeft u maar te laten zien en u mag meerijden. Moeilijk is het niet. Dat is daadwerkelijk uit onderhandelbaar met een vervoerder als gemeente. Maar u denkt zo aan de culturele pas in Amsterdam. Dat is dan voor de afdeling cultuur. Dat is niet te volgen wat de. Ja? Oké. Nou, nee, het is al voor beide. Ja. Dat is al stel. Ja, nee, natuurlijk. Dat is voor cultuur. We hebben dat hier in Zeeland ook voor sport. En we hebben dat voor cultuur ook. En dat zijn passen. Daar kun je iets mee aan in die zin. Maar wij willen dat ook daadwerkelijk voor openbaar vervoer. Om te voorkomen dat mensen niet in het internet terechtkomen. Want als je nergens meer naartoe gaat, wordt het moeilijk. Dat ze deel kunnen nemen aan de samenleving. Zonder meer. Ja. Dankjewel, Hanny. En dan hebben wij nog kandidaat nummer 6, die zich ook nog aan u voorstellen. Dat is Robert Voort. Ja, kort ook een ervaring iemand in de politiek en dergelijke. En met veel ervaring op woningbouwgebied, woningcorporaties en dergelijke. En ja, over woningbouw. Naast dat er nog veel meer punten zijn, hè, maar dat heb ik net genoemd, maar over woningbouw hebben we ook wel heel specifieke opvattingen hoe dat nu zou moeten. En dat geef ik graag ook even het woord over. Ja, 50 plus willen wij ons in ieder geval in de gemeente Vlissingen sterk maken voor een duurzame stadsontwikkeling. Maar met nadruk op woningbouw, levensloop, bestendige woningen bouwen. Niet alleen in de koopsector, maar ook in de huursector. En dan op plaatsen die er beschikbaar zijn en niet nieuwe wijken ontwikkelen. We hebben hier een prachtig Scheldeterrein liggen, waar nog wel het een en ander kan gebeuren. Verder denken wij natuurlijk ook aan om wat energie neutraal te gaan doen. En daar willen wij als 50 plus, willen wij ons daar natuurlijk erg sterk voor maken. Ik heb ervaring in de verschillende gemeenten waar ik voor de VVD als raadslid heb gezeten, als fractievoorzitter in Borselen, maar ook in de gemeente Veren, dus ik ken het platteland. Maar Vlissingen is toch ook een hele boeiende stad om daar mee bezig te zijn en dan met name voor 50 plus. Ja. Om nu geen heel lang verhaal van te maken, want we gaan nu gewoon lekker een drankje nemen, een hapje erbij en even gezellig met elkaar kletsen. Wil ik nog even kort, ja, uw vragen zijn het allemaal over. Gika loopt rond met de microfoon, er zijn mensen met vragen. Ja. Wil ik nog even kort een aantal andere mensen van de lijst die hier aanwezig konden zijn, want er zijn ook nog wel mensen die konden er niet zijn. Maar, en dat ga ik niet op allemaal volgorde doen. Willem Willemsen staat op onze lijst. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig, want zoiets van iemand die in provinciale staat helpt ons dan hier. En we zijn in Vlissingen zeer veel dank verschuldigd aan Willem, want zonder Willem was dit ook allemaal niet gebeurd hoor.
Dus Willem Willems is een kandidaat. Hier vooraan zit Tobias Meijers. Ja, sta even op dat een beetje serieus wat, hè. Tobias Meijers. Ook iemand die op onze kandidaatlijst staat. Dan kijk ik zo even de zaal door en dan kom ik wat tegen. Ja, en dan zien we daar Ronald. En die gaat nu opstaan. En ook die staat bij ons op de kandidaatlijst. En mis ik nog iemand nu? Is het maar... Ah, Gerard natuurlijk. Gerard, de man met de microfoons. Ook een van onze kandidaten staat op de kandidaatlijst. Twee vrouwen. We hebben echt ons uiterste best gedaan. Toen het begon, mevrouw, waren er geen vrouwen. Ja, het is triest. Maar ik nodig u van harte uit op een partijbijeenkomst 50+. En dan zult u Hanni tegenkomen en misschien Rashida. En verder de rest houdt het weer op. Weet je wat zo leuk is? Bij ons in Den Haag, Tweede Kamerfractie, helft vrouw, helft man, Eerste Kamerfractie, helft vrouw, helft... Het waren alle partijen maar zo ver. Nou, wij wilden het graag, maar... dat was niet zo, maar wij zijn ontzettend blij dat zowel Hanni als Rashida zich bereid verklaard hebben om de gelederen in die zin te komen versterken. Dat was echt belangrijk, toch? Ja, zeker. Ik wil u heel erg bedanken voor uw komst hier vanmiddag. En,